Serieus. Ja, ik snap het ook niet hoor, maar het is weer typisch de politie. Die denken weer wat te hebben met hun informatie. En och, iemand kijkt in een camera, stel je voor. Oh, die verdomde Dylan ook weer. Nou heb ik weer een telefoontje gekregen van de politie hier in Gredo dat meneer weer vastzit in de gevangenis. Dan moet ik er natuurlijk weer naartoe gaan, want hij heeft natuurlijk ook weer gezegd... ik wil alleen praten als Duffy erbij is. Die Dylan, heeft hij überhaupt wel door wat hij aan het doen is? Dat hij mij en hem zo in gevaar brengt als ik ook nu naar het politiebureau moet gaan? Ik vroeg hem alleen om wat inkopen in de gaten te houden. Nou, ik heb ook allemaal wapens alles bij me. Laat ik dat nog eens even veilig hierin gaan stoppen voordat ik dadelijk weer gefouilleerd ga worden. Bivakmuts had ik ook, maar hier een ja, criminal gear, daar kan ik al helemaal niet mee aankomen. Want dan hebben ze ook zoiets van, wat ben jij in godsnaam aan het doen? Ja, Timewalk's hoofd laten we ook maar achter in het schild. Dat doen we ook maar hier voor de zekerheid. Dus dan op naar het politiebureau hier in Gredo, want... Meneer heeft ze weer eens een keer ja, misdragen of wat nou? Ik begrijp het ook niet. En wat ik al helemaal niet begrijp, is dat hij alleen maar wil praten als ik erbij ben. Like, wat heeft de politie hem voor deal gegeven? Om mij erbij te naaien? Dat hij daar een miljoen voor krijgt? Of wat is het plan? Heeft hij zelf niet door dat het ontiegelijk dom is als ik mezelf op het politiebureau moet laten verschijnen? Maar ja, als hij niet wil praten, dan komt hij helemaal niet vrij. Want ja, hij gaat zwijgen en hij wil ook niet met een rechter of met een advocaat praten, wat dan ook. Ja. Dan zit het helemaal met de gebakken peren, dus ik moet wel weer die kant op gaan. Maar ik heb hier dus totaal geen zin in. Zal ik hem ook eens even laten weten, want het is altijd wel weer wat met die Dylan. Hè? Altijd is er weer, dan weer een deal die fout gaat, dan is er weer dit met een schietpartij, dan weer een steekincident. Dan gijzelt hij weer het verkeerde persoon. En dan nu natuurlijk zit meneer weer vast. Echt, ik word hier zo niet goed van. Ik moet proberen in te houden bij de politie, want ik ben zo opgefakt hierdoor. Ik moet helemaal door die kou naar de fucking politie rennen. Ik vraag hem om één klein ding. Hou een beetje de inkoop in de gaten. Kijk waar de ingangen zijn. Kijk waar de kamer is. Maar nee hoor, meneer doet weer zo opvallend dat hij weer vast zit. Het is ongelofelijk. Even kijken, politie. Oké. Okay. Rustig, daar gaan we dan. Ja, even kijken. Goedemiddag. Goedemiddag, kan ik u helpen? Ja, ik heb een bericht gekregen, een telefoonbericht, dat een van mijn goede vrienden Dylan hier vast zou zitten, wat dan ook, op een of andere rare reden. Oh, u bent zijn goede vriend waar hij het over had. Ja, inderdaad. Maar kan ik hem zien? Kan hij vrij? Wat is er gaande? Ik heb hier geen zin. Ik heb meerdere dingen te doen. Ik ben druk. Nou ja, eigenlijk zijn we nog niet klaar met het overleg, omdat hij pas wilde praten toen u erbij was. Dus als u mee zou willen komen... Dan overleg ik hem met dan... Hoezo mee zou willen komen? Ook zeker in een celletje gedrukt, of niet? Nee, dan kom je gezellig bij hem in de cel. Is toch ook leuk? Dan kan ik hem ondervragen. Als ik hem niet ondervraag, komt hij ook niet vrij. Oké, ik ga mee. Waar moet ik naartoe? Waar wilt u me hebben? Volgt u me maar. Oké. Door deze deur? Ja, oké. Niet betreden zonder... Oké, nou ja. Ja, oké. Ik heb totaal geen zin in. Hier kom ik namelijk helemaal niet vaak. Wat moet ik hier naartoe? Ja, je moet hier naartoe. Oké, wel. Pas op. WD-40 gevaar. Water is toxic. Bedankt. Oh, we mogen lekker hier ook nog langs gevaarlijk water lopen. Tuurlijk. We hebben gezondheidproblemen. Tuurlijk. Fantastisch. Ja, zolang u niet verdrinkt of er niet inspringt, is er niks aan de hand. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar die waterdampen die ik dan vervolgens inadem, dan vervolgens ben ik doodziek. Ja, ja. Ik ben ook niet doodziek. Hè. Ik werk hier dus. Ja, nee. Dat zul je zien over een paar jaar dat je dan... Nou, mijn goede vriend zit in deze cel. Dylan? Gaat u mee? Hallo? Hey, je bent er. Yo, ik was gewoon een beetje aan het rondlopen. Ik word opeens van de stuk heel blind. Ja. Wat is nou heel het plan? Hij is er nu. Nou, hup, laat hem eruit, want dit staat ook weer helemaal nergens op. Nou, ik neem hem even mee naar de voorkamer, als u het me zou willen volgen. Oh, we gaan nou weer naar de voorkamer toe. Waarvoor moet ik worden verhoord? Ja, omdat ik op straat rondloop? Nee, omdat ik een paar meldingen heb gehad dat u in camera's kijkt bij inkopen van zowel Ketrexia als Metopia als Heratopia. En het is allemaal een beetje raar. Zou u mij willen... Camera's? Oké, weet je wat? Wij volgen wel naar een verhoorkamer of iets. Fantastisch. Serieus. Ja, ik snap het ook niet hoor, maar het is weer typisch de politie. Die denken weer wat te hebben met hun informatie. En och, iemand kijkt in een camera, stel je voor. Het is best irritant hoor, als mensen camera's kijken af en toe. Ja, nee, dit vinden wij anders ook behoorlijk irritant. Dat wij continu worden meegenomen voor dit soort domme dingen. Moet iedereen nou wel niet denken, waar is die nou weer? Ja, zien ze mij weer in het politiebureau uitkomen en ingaan. Maar ja, het hele verhaal zal duidelijk worden zodra we bij de verhoorkamer zijn. Ja, we lopen mee, mevrouw. We lopen mee. Gaat u maar naar binnen? De voorkamer. Nou, fantastisch. Waar wilt u ons hebben? Welke kant van het bureau?
gaat hem aan die kant zitten. Tuurlijk. Nou, ga jij maar, ja, moet ik? Nee, ga jij maar zitten. Ja, ik moet, ja, nou goed, wat is precies het probleem? Ik heb een paar meldingen gehad van verdacht gedrag. Bijvoorbeeld vorige week donderdag om 1 uur 's nachts heeft u bij de inloop van Kutrexia heel erg eerst naar het eten zitten kijken, vervolgens recht in de camera en toen naar de deur, waarbij het heel raar overkwam. Belachelijk. Zijn er nog meer meldingen? Kunt u dat verklaren? Het verklaren? Ik weet niet eens. Ja, misschien kwam ik van een feestje. Ik bedoel, wat maakt het uit? Ik loop daar. Er zullen vast wel meer mensen zijn die richting opkijken en toevallig de camera's zien. Ja, als je een biertje op heeft, even leuk in de camera kijken, gekke bekken trekken. Ik vind het een beetje raar. We kunnen hier ook een schadeclaim voor indienen of... Nee, zo dit, dat kan niet. Oké, nou dan zijn we hier volgens mij hopelijk hier heel snel klaar. Volgende vraag alsjeblieft, want dit gaat weer helemaal nergens over. Nou ja, ik was eigenlijk nog niet klaar met mijn vraag, want u zegt wel dat er wel meer mensen kijken in de camera's, dat klopt. Mensen zien de camera's die denken, oh, een camera, dan kijkt ze weg. Maar het vreemde met u was dat u wel 5 minuten recht in de camera heeft gekeken. Ja, dat zeg ik, een beetje drank kwam van een feestje. Ik zal wel in een of andere trip hebben gezeten of zo, denk ik, weet ik veel. Kunt u dan verklaren waarom u op vrijdagochtend om 8 uur 's ochtends in de inkoop van een gredel eigenlijk hetzelfde deed? Want het lijkt me dat hij toen niet net de trip gehad had. Geen idee. Maar nogmaals, ik loop over straat. Ik loop van plaats naar plaats. Het gebeurt toch wel vaker dat iemand dan, zoals ik al zei, de camera inkijkt. Wat maakt dat uit? Nou ja, en die camera heeft 10 minuten zitten kijken. Dus dat is wel vreemd. Ben ik daar naar binnen gelopen? Heb ik iets gedaan? Is er een overval geweest? Laat het me dan nu weten. Dan kun je me hier vastzetten voor iets. Voor in een camera kijken. Kun je mij hier toch niet langer dan 24 uur vasthouden? Ik bedoel, kom op, hé. Ja, en volgens mij zijn die 24 uur toch ook zo'n beetje wel om inmiddels? Of ben ik nog gek? Nee, ze zijn wel zo ongeveer om. Daarom is het fijn dat u gekomen bent, zodat ik hem kan ondervragen. Ja, nou, de ondervraging is volgens mij plaatsgevonden. Hij heeft inderdaad in een camera gekeken. Ja, en de ene keer om 1 uur 's nachts met wat drank, op de andere keer om 8 uur 's ochtends. Ja, één moment wat langer dan de andere. Ik zie nou niet echt per se iets heel graags hierin, als ik heel eerlijk ben. En ik zou graag willen dat mijn goede vriend hier samen met mij hier de voordeur mag verlaten en lekker ons vrije leventje weer verder gaan vieren. Want voor zover ik weet is hier niks raars aan. Nou ja, dat kunt u gelijk hebben. Maar ik wil u wel waarschuwen dat de volgende keer als u 10 minuten of lang in de camera kijkt, dat we u lang in de gaten gaan houden. Ah, Dylan. Cameraverbod. Cameraverbod. Ja. Oh, hier is een camera. Mijn mooie camera. Zeg. Kunnen we dan nu... Ja, nu mogen jullie gaan. Komt u maar. Fijn. Sorry voor het gedrag van mijn goede vriend Dylan. Camera. Ja. Hij had misschien wel van camera's, wie weet. Ja, daarom. Camera. Nou, dank u wel en fijne dag, mevrouw. Nog een fijne dag gewenst. Tot ziens. Dylan, meekomen. Wij gaan tijd om naar huis te gaan, denk ik zo. Ja, ik snap er helemaal niks van. Hè. Nou, ik ben nog niet klaar met jou. Maar dat begrijp je zelf ook al. Maar dan gaan we niet die buiten doen. Fantastisch. Hè? Lekker naar het politiebureau met z'n tweeën. Heerlijk. Genieten. Ja, maar het slaat toch ook nergens op? Ik kan nu al niet wachten op de kop van Rotjoch. Hoe die ons weer gaat lekker uitlachen. Omdat meneer weer onzorgvuldig te werk is gegaan. Fantastisch. Onzorgvuldig. Klopt helemaal geen zak van, man. Nee. Nou, dan mag je zo meteen binnen gerust eventjes met mij erover hebben. Maar voor nu, ik weet volgens mij wel genoeg, hoor. Ik weet volgens mij wel genoeg. Lang in een camera kijken, vervolgens worden opgepakt, er worden meldingen van gemaakt. Ja hoor, fantastisch. Ja, nee. Ik moet het expres doen. Nou, beter loop je nog maar gewoon even door en we gaan lekker naar binnen toe. Kom maar naar binnen toe. Nou, laten we maar meteen naar boven gaan, want ik heb hier totaal geen zin in. Oké. Goed. Daar zitten we weer. Hè? Voor de zoveelste keer. Ja. Foutnummer, wat is het inmiddels? Foutnummer 20.000. Hè? Ik vroeg jou om één ding. Ja? Ja. Hou de inkopen onopvallend in de gaten. Onopvallend. 10 minuten in een camera kijken? 10 minuten? Zwaar overdreven. Ik heb daar niet eens 10 minuten gestaan, man. Ik wil hoogstens dat ik 10 minuten heb gedaan om het gebouw heen te lopen. Oké, maar dan betekent dus wel, ja, dat jij dus wel in de gaten wordt gehouden door iets of iemand. Misschien dan wel nog niet eens door de politie zelf, want ze hebben ook maar een melding van gekregen. Maar iemand heeft jou dus wel in de gaten gehouden, zowel bij de ene inkoop als bij de andere inkoop. Ja, misschien,
misschien is het... Weer gevolgd. Wou die, luister, misschien wou die rotjoch mij wel even pakken. Dat die eventjes iemand... Kijk, ja, luister. Nee, maar nee. Hij kwam met het idee. En heel toevallig staat er opeens dan politie mij na te kijken. Zo is hij niet. Kijk, ik ken hem al heel lang terug van de F5. Toen de F5 nog gewoon Mindtopia regeerde. Dat is niet zijn manier van doen. Als hij jou echt wil pakken, ja... Dan snijdt hij jouw vinger er wel af om jou echt te pakken. Er speelt iets in mijn hoofd waar ik het ook met Roger toen over heb gehad. Je weet nog die ene jongen die ons vanaf hier bij ons huis volgde. Right? Die stond er ergens achter die container. Liep uiteindelijk mee naar Mindtopia. Die ik overhoop gestoken bedoel je? Ja. Maar we hebben je denkt nooit, dat hij nog in leven is? We hebben nooit gecheckt of hij echt dood is. Right? Hij was inderdaad weg, maar misschien is hij geholpen door iemand weg te komen. Misschien heeft hij zichzelf nog snel de politie kunnen alarmeren, wat dan ook. En weet hij niet wie het is gedaan? Is hij dat misschien geblackout? Maar wat nou als hij jou loopt beschaduwen? Dat hij jou in de gaten houdt? Dat hij weet dat jij misschien nog wel weer dingen aan het voorbereiden bent? En dat hij juist op deze manier de politie probeert in te lichten? Weet je of hij leeft? Nee. Weet je verder iets van hem? Nee. Weet je waar hij woont? Nee. En dat is iets wat bij mij sinds dat ik met Dylan heb gesproken echt in mijn hoofd heel erg aan het afspelen is van... Daadwerkelijk, misschien leeft hij nog, weet je wel. En is dit zijn plan van wraak? Want als hij jou kan pakken op hete daad, hoe heerlijk is het voor hem dat jij dadelijk weet dat jij maandenlang in de tralie, achter de tralie zit? Ja, dan komt hij vast wel een keertje op bezoek. Hé, hey, goede vriend, zit je hier lekker? Dus eigenlijk wat we moeten plan inkoop laten gaan even en kijken of er nog spoor van leven is van de jongen. Ik wil weten of hij hier ergens nog een huis heeft. Of het in, van mij wat is het in Cutraxia, Mindtopia, Heretopia, Greda. Het interesseert me niet waar. Wat ik wil weten is de persoon in kwestie. Ja, maar ho, wacht even. Die Rotjoch, Dylan, die wou toch voor jou de zaak afmaken? Als een persoon in kwestie niet daadwerkelijk dood is, inderdaad. En wij zouden niet durven wat dan ook. Maar in dit geval, ik heb een heel ander idee. Als wij nou gewoon eerst zelf erachter zullen gaan komen of de persoon in kwestie ergens nog hier in huis heeft, wat dan ook. Ja, dan kunnen we misschien dat even in de gaten houden. Of die misschien een keer thuis komt, misschien een keer weggaat, wat dan ook. Ja, en als dat het werkelijk plan is, dan doen we wel eens eventjes even binnenvallen in zijn huis. En zullen we hem eventjes flink bedreigen aanpakken. En dan zeggen we gewoon dat hij hierachter zit. Kijken wat hij dan gaat doen. Dan maken we het af ook. Dat is aan jou. Dat is aan jou. Maar dat lijkt me in dit geval verstandig. Dus wat ik nu ook zeker aan jou vraag is... Kijk, jij kan gewoon als burger over straat. Want je bent aangehouden door de politie of ieder geval ondervraagd. Je bent een vrij burger, ze hebben niks, right? Ja, maar ja, ik kan niet te dicht dan bij inkopen nee, in de buurt nee, blijven. Nee, weet ik. Maar jij bent een vrij burger om te gaan en staan waar je wil. Hmm. Jij hebt waarschijnlijk nog wel je contacten bij de bank, toch? Ik denk dat ik wel iets voor elkaar kan krijgen. Probeer eens te kijken of hij nog een bankrekening heeft die actief is. Of er nog recentelijk iets mee gebeurd is, ja? Op die manier weten we in ieder geval of hij nog in leven is. Als dat zo is, dan ga ik wel gewoon met of een Sandy in gesprek. Of met een burgemeester ergens, met wie ik misschien wel goede vrienden ben. Om te kijken of ergens een huis van hem staat, wat dan ook. En dan kunnen we verder. Ja, Lach, dat is het. Je bedoelt gewoon de bankgegevens? Precies, kijken of zijn bankgegevens nog actief zijn. Als dat zo is, weten we genoeg. Misschien kan ik nog in mijn oude account komen. Misschien zijn ze zo dom geweest om mij erin te laten staan. Ik kan precies. Dat sowieso gaan checken. Nou, als je dat eerst gaat proberen. En ja, oké, je gaat dan waarschijnlijk dichter richting een bank met camera's, wat dan ook. Alleen, weet ik het, doe alsof je op bezoek komt bij oud-collega's, wat dan ook, oké? Ja, is goed. Oké, okay, ja, okay, dan doe jij dat. Dan ga ik nu mijn wapen weer voor zijn toven. Want ja, die heb ik wel afgedaan natuurlijk bij de politie. Want ik... En laat je alsjeblieft niet weer pakken door de politie. Ja, kom op, zeg. Ja, weet je, het domme van de politie is... En wat ook nog wel gelukkig is... Ik had dit ding bij me, maar... Je had gewoon je wapen op zak? Ja, ze hebben me niet eens gefouilleerd. Ze hebben me daar naar binnen getonderd. En ik heb de hele tijd daar met een wapen gestaan. Half pak werk weer van de politie. Dat is niet de eerste keer, hè? Ook al met een recherche. Ik stond echt gewoon daar zo van... Oh, als ze mij nou niet... Weet je wel... Je hebt nu mazzel gehad, jongen, maar de volgende keer kan het ook fout gaan. Dus we hebben geen tijd te verliezen gaan en er moet goed gaan komen. Ja, ik ga er gelijk vandoor. Is goed, succes en als ik hoor van je.